Fijn dat je weer kijkt naar Pela Maas in Zicht. Vandaag nemen we je mee naar Achter de Hoven in Maasbree en geven we tips voor het goed scheiden van plastic metalen verpakkingen en drankkartons. En hoe verloopt het proces van de zoektocht naar onze nieuwe burgemeester? Maar eerst kun je kennis maken met de medewerkers van het bestuurssecretariaat. Als je een afspraak wilt maken met de burgemeester of een van onze wethouders, dan heb je ongetwijfeld al eens contact gehad met de medewerkers van het bestuurssecretariaat. Wie zijn zij? En hoe ziet hun werkdag eruit? We zochten ze op. Ons team bestaat uit 5 personen en wij werken voor de burgemeester, de wethouders, de gemeentesecretaris en de directeur. We hebben dezelfde werkwijze, zodat we elkaar altijd goed kunnen vervangen. Onze belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat het college goed voorbereid hun werk kunnen doen. Dit houdt in dat wij veel bezig zijn met het plannen van afspraken met interne en externe partijen. Dit vraagt ons veel creativiteit, organisatietalent en proactief handelen. Elke week hebben we een werkoverleg met de bestuurder om de agenda door te nemen. We zorgen ervoor dat alle gouden bruidsparen thuis een bloemetje bezorgd krijgen. Elk jaar plannen we zo'n 80 bezoeken in voor de burgemeester en wethouder om echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn te bezoeken. Ook de burgers die 100 jaar zijn, die krijgen een bezoek van de burgemeester. Er komen elke week heel veel uitnodigingen binnen die we elke maandag in de collegevergadering behandelen. Daarna werken wij dit verder uit. We vragen of er een voorwoordje geschreven kan worden en zoeken een passend cadeau om mee te geven. Het is belangrijk voor de bestuurders dat zij altijd terug kunnen vallen op het secretariaat, zodat zij zich niet bezig hoeven te houden met de randzaken. Zij kunnen zich dan volledig, vol vertrouwen, richten op hun bestuurlijke taken en werkzaamheden. Als u ons wilt bereiken, kunt u ons natuurlijk een e-mail sturen met daarin uw vraag of opmerking. Maar natuurlijk zijn wij ook gewoon telefonisch te bereiken. U kunt bellen met het algemene nummer en vragen naar het bestuurssecretariaat. Wij zetten dan vervolgens uw vraag uit binnen de organisatie en zullen in ons wekelijks werkoverleg met de bestuurder de vraag bespreken. Daarna koppelen wij een en ander richting u terug. De bestuurder is niet rechtstreeks te bereiken. Contacten lopen altijd via het bestuurssecretariaat. Natuurlijk proberen wij u zo goed mogelijk verder te helpen. Wij lezen dagelijks de e-mails van alle bestuurders. Daarnaast handelen we ook de e-mails uit ons gezamenlijk postvak af. We proberen zo goed mogelijk alle e-mails af te handelen. Bij welke zaken dit niet lukt, zetten wij dit uit binnen onze organisatie. Elke maandagochtend vinden de portefeuillehoudersoverleggen plaats. Hiervoor stellen wij de agenda's op. De stukken die hier worden behandeld, worden een week later behandeld in het college. We voeren iedere week overleg met elkaar en daarnaast ook bilateraal met onze bestuurders. Samen met de bestuurder nemen we de agenda door en nemen we alle vragen door die binnen zijn gekomen vanuit de organisatie en vanuit de samenleving. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn openingen, jubilea, maar ook persoonlijke kwesties die spelen bij burgers. Wij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van de collegeagenda en de afhandeling hiervan. Denk hierbij aan de communicatie met onze organisatie en de betrokken ambtenaren. En ook het openbaar maken van de besluitenlijst op onze website. Wij hebben contact met interne en externe klanten, zoals burgers, buurgemeenten, bedrijven, scholen en de provincie. Zij weten ons te vinden voor informatie en het maken van afspraken. We hebben een heel veelzijdige functie en we werken in een hele dynamische omgeving in een mooi gebouw met hele fijne collega's. Elke 4 jaar na de verkiezingen starten we met een nieuw bestuur. En dat voelt voor ons een beetje als een nieuwe baan. Dus wil je een afspraak maken met de burgemeester of een wethouder? Neem dan gerust contact op. De medewerkers van het bestuurssecretariaat helpen je graag verder. Het klimaat verandert. Langere periodes met veel regen komen vaker voor. Het vuilwaterriool kan dit niet altijd aan. Daarom koppelen we steeds vaker het regenwater af bij groot onderhoud van straten in de bebouwde kom. Maar wat houdt dit in? Paul Weijers, projectleider Infra, legt dit toe. We staan hier in Maasbree, in de wijk Achter de Hoven, waar we het hemelwater gaan afkoppelen van het riool. Dit doen we gefaseerd in 22 straten. En zo krijgen we een dubbel rioolsysteem met een aparte leiding voor vuilwater en een aparte leiding voor al het hemelwater.
Om voldoende ruimte te maken voor het hemelwaterriool vervangen we op enkele plaatsen ook gedeeltes van het bestaande vuilwaterriool. We hebben voor de uitvoering in totaal ongeveer 2,5 jaar nodig en daarom knippen we het project in verschillende fases op. Een belangrijk voordeel is dat schoon hemelwater niet meer naar de rioolwaterzuivering gaat, maar juist zoveel mogelijk wordt vastgehouden in het hemelwaterriool, waar het kan infiltreren in de bodem. Bij hevige of langdurige neerslag stroomt het uiteindelijk over naar het bergingsvoorziening, nabij de Herikstraat waar we hier staan. Daar kan het water dan alsnog infiltreren. Dit heeft een positief effect op de waterhuishouding bij langdurige droogte. Daarnaast wordt hiermee de kans op wateroverlast op andere plaatsen in Maasbree verminderd tijdens hevige regenbuien, omdat er veel minder hemelwater in het rioolsysteem terechtkomt. Ook helpt het als bewoners in de wijk meedoen en een gedeelte van hun dak afkoppelen. Inwoners kunnen gratis een afkoppelsteen of afkoppelstuk aanvragen voor het afkoppelen van de regenpijp in de voortuin. Hierdoor komt het hemelwater niet meer in het vuilwaterriool terecht, maar stroomt het naar het hemelwaterriool in de straat. Ze leveren zo een extra bijdrage. Wel moeten bewoners hun gedrag aanpassen na de aanleg van het hemelwaterriool, door bijvoorbeeld geen vies water meer in de goot van de straat te gooien. Denk er dan aan dat je bijvoorbeeld geen tax-emmers meer gaat omspoelen op straat, want er komt alsnog verontreinigd water in het schone hemelwaterriool. Het project Achter de Hoven is vanaf de start samen met inwoners opgepakt. Naast de rioleringswerkzaamheden vervangen we boven de grond ook de bestrating van de wegen, trottoirs en de parkeerplaatsen. Het groen blijft en samen met de inwoners kijken we of er meer groen of andere inrichting van groen mogelijk is. Ook inwoners van andere wijken kunnen gebruik maken van de gratis advies van de waterklaarcoach. Ook zijn er subsidiemogelijkheden, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Kijk voor deze voorwaarden op www.waterklaar.nl. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is in volle gang. Wat komt hier allemaal bij kijken? En welke stappen moeten nog gezet worden voordat we weten wie de nieuwe burgemeester wordt? De leden van de Vertrouwenscommissie vertellen je er graag meer over. In september 2023 heeft burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Pelemaas aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat zij per 1 oktober 2024 het ambt van burgemeester neerlegt. Nou, dat houdt in dat de gemeente Pelemaas op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Daar gaan we niet over één nacht ijs. Dat is een redelijk omvangrijke procedure die al met al ongeveer een jaar duurt. In dit item nemen we u stap voor stap mee in de stappen die leiden tot de komst van een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft een grote rol in de benoeming van de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelt het profiel vast wat vervolgens gebruikt wordt in de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En omdat we met 27 raadsleden zijn, kunt u voorstellen dat het lastig is om dit met z'n allen te doen. Vandaar dat er een vertrouwenscommissie is samengesteld. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit 5 fractievoorzitters, aangevuld met een wethouder die optreedt als adviseur, en raadsgriffier en de gemeentesecretaris als ambtelijke ondersteuner. De werkwijze van de vertrouwenscommissie is vastgesteld in een verordening. De afgelopen tijd heeft de vertrouwenscommissie hard gewerkt aan een profielschets. Een profielschets is eigenlijk een soort vacaturetekst waarin staat waar wij vinden dat de nieuwe burgemeester van Pelemaas aan moet gaan voldoen. Op 22 januari heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld en vervolgens hebben we de profielschets aangeboden aan de commissaris van de Koning in Limburg, de heer Emil Roemer. De profielschets is 29 januari gepubliceerd en daarmee open voor sollicitaties. En die termijn sluit op 19 februari en hopen we dat er heel veel kandidaten zijn die burgemeester van Pelemaas willen worden. Alle inwoners van Pelemaas die hebben de gelegenheid gekregen om mee te denken over de nieuwe burgemeester. In de profielschets werd dat ook allemaal meegenomen. En zo hebben er 600 mensen gereageerd op een digitale vragenlijst. Daar stonden 10 stellingen in en 3 open vragen. En 600 mensen hebben daar ook echt heel serieus antwoord op gegeven. En wat een beetje nieuw is, is dat ook de jongeren hebben kunnen meedenken. En die hebben ook een vragenlijst ingevuld. En daar zijn er 143 van ingevuld. Ook heel serieus. We zijn daar naartoe gegaan als vertrouwenscommissie, naar die 2 scholen. Hebben uitgelegd wat een nieuwe burgemeester is en hoe die wordt gekozen. En wat zij zouden willen.
hebben. En dat hebben ze heel keurig ingevuld en het is ook meegenomen in de uiteindelijke profielschets. En daarnaast zijn we nog gaan praten met het Openbaar Ministerie, met de burgemeester van omringende gemeenten en met de politie. Want ook daar moet de burgemeester mee samenwerken en het is wel van belang dat ook zij ingeven wat daarvoor nodig is als burgemeester. En dat was een mooie, rijke ervaring en dat is allemaal terechtgekomen op de een of andere manier in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Na de sollicitatieprocedure start de selectieprocedure. De vertrouwenscommissie gaat dan een selectie maken uit de kandidaten die gesolliciteerd hebben bij de gouverneur van Limburg. De gouverneur van Limburg maakt een eerste selectie. Daarna gaan wij als vertrouwenscommissie de brieven ophalen op het provinciehuis in Maastricht. Nadat we de keuze hebben gemaakt wie we uitnodigen voor een eerste gesprek, gaan deze gesprekken plaatsvinden op een geheime locatie ergens in Nederland. Dit is nodig om in ieder geval de privacy van de kandidaten te garanderen. De privacy voor deze kandidaten is uiteraard heel belangrijk, omdat er niet bekend moet worden wie er allemaal solliciteert op deze mooie functie hier in Pelemaas. Na de eerste selectie en de eerste sollicitatiegesprekken zal er een tweede ronde plaatsvinden. Tijdens deze tweede ronde wordt er doorgevraagd met nog enkele kandidaten. En uiteindelijk nemen we als vertrouwenscommissie een besluit wie we voor gaan dragen aan de gemeenteraad. Twee personen zullen dat zijn en die dragen we dus voor aan de gemeenteraad van Pelemaas. Na een uitgebreide selectieprocedure waarin de vertrouwenscommissie gesprekken voert met kandidaatburgemeesters, is dan het moment daar dat er een keuze gemaakt moet worden. En dat gebeurt in een geheime raadsvergadering. En in die raadsvergadering zijn alle raadsleden aanwezig, aangevuld met de adviseur en de ambtelijke ondersteuners. Nou, tijdens die geheime raadsvergadering wordt dus de kandidaat naar voren gedragen en de naam van de andere kandidaat, dus de tweede kandidaat, die blijft eeuwig geheim. Ook om die persoon in kwestie niet te beschadigen. Nou, uiteindelijk als de gemeenteraad de naam bekend heeft gemaakt, dan volgt er nog een uitgebreide screeningsprocedure door het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de AIVD. En dat uiteindelijk moet het leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester zo rond 1 oktober. En nou, dat is ook precies de datum die burgemeester Delis heeft afgegeven waarmee ze haar vertrek kan afronden. Wil je nog eens nalezen hoe deze procedure nou precies in zijn werk gaat? Kijk dan op www.pelamaas.nl/nieuweburgemeester. Daar vind je een tijdlijn met alle stappen die worden doorlopen. In Pelemaas halen we plastic, metalen verpakkingen en drankkartons apart op. Dit noemen we kortweg PMD. Als we dat goed doen, krijgt het opgehaalde afval een tweede leven als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Zo besparen we kosten en energie. Goed voor het milieu en dus ook goed voor jou. Waarom is het belangrijk om te weten wat nu eigenlijk bij PMD hoort? Nou, het is belangrijk om PMD te scheiden omdat er grondstoffen in zitten waar we weer nieuwe producten van kunnen maken. Het gaat helaas nog niet altijd goed, omdat sommige mensen het nog wel lastig vinden om PMD te scheiden. Het is ook erg lastig, omdat er veel haken en ogen aan zitten. Als er afval bij de PMD-inzameling zit dat er niet in hoort, dan keurt het recyclingbedrijf dit af. De complete lading wordt dan restafval. In plaats van dat het afval geld oplevert, kost het dan geld. En dat geld betalen we met z'n allen. PMD wordt na inzameling in een sorteerinstallatie gesorteerd. In PMD zitten grondstoffen waar we weer nieuwe producten van kunnen maken, zoals kratten, emmers, jerrycans, vliestruien, speelgoed, tuinstoelen, buizen en nog veel meer handige producten. We begrijpen dat afvalscheiden niet altijd makkelijk is. Hoe weet je of iets PMD is? PMD is altijd een lege verpakking. Lege plastic en metalen verpakkingen, lege blikken en lege drankkartons. Meestal komt PMD uit de keuken of badkamer. Je hoeft PMD niet af te wassen, maar maak de verpakking wel leeg. Drankkartons kun je makkelijk plat maken en met de dop erop weggooien. Dit bespaart ruimte. Gebruiksvoorwerpen zoals opblaas, speelgoed en afdekplastic horen niet bij een PMD. Lisette Winter, voorman afval, laat maar een aantal voorbeelden zien wat wel en wat geen PMD is. Dit is geen PMD, want het is speelgoed en een haarklem en het is hard plastic en geen verpakking.
Dit is wel PMD, want het is plastic en metaal en allebei een verpakking. Dus dat mag in de container. Dit is piepschuim. Wel een verpakking, maar geen plastic. Dus hoort het niet thuis in de PMD. Dit is plastic en een verpakking. Maar omdat die niet leeg is, mag die niet bij de PMD. Omdat de sorteermachines hierdoor vervuild kunnen raken en niet meer goed werken. Dit is een zak. Ondoorzichtig. En ook al is die gevuld met PMD, hij mag er niet in. Omdat ze bij de overslag dit afkeuren. Omdat ze niet kunnen zien wat erin zit. Dit zijn alle drie verpakkingen. Plastic, metaal en een drankverpakking. En dit mag allemaal in de PMD. Twijfel jij nu wat er bij de PMD thuis hoort? Download dan de afvalapp en je kunt het opzoeken. In februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor Mijn Overheid. U ontvangt deze aanslag van BSGW in opdracht van de gemeente. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BSGW ook in opdracht van de gemeente. Wat is de WOZ-waarde eigenlijk en hoe wordt deze berekend? De WOZ-waarde. Wat is dat eigenlijk? Dat is de marktwaarde van je woning. Die wordt bepaald door te kijken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in jouw buurt. Ook kenmerken van je eigen woning zijn daarbij van belang. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het type woning, de grootte, de hoeveelheid grond, de locatie, het bouwjaar en het onderhoud. In het taxatieverslag kun je lezen met welke huizen jouw woning is vergeleken. De WOZ-waarde is het bedrag dat jouw woning waard is wanneer je het verkoopt op de waardepeildatum. Op de wat? Juist ja, de waardepeildatum. Dat is de datum waarop de marktwaarde van jouw woning wordt bepaald. En dat gebeurt altijd op 1 januari, voorafgaand aan het jaar waar de belastingaanslag over gaat. Deze datum ligt dus in het verleden. Want alleen dan is er genoeg tijd om de verkoopprijzen van alle woningen goed te onderzoeken en ze te gebruiken voor het bepalen van de WOZ-waarde. Als je een huis bezit, dan moet je onroerende zaakbelasting betalen. Dat is de OZB. Voor het bepalen van de OZB zijn twee dingen belangrijk. De WOZ-waarde en het tarief. De gemeente stelt het tarief ieder jaar opnieuw vast. Zo kan rekening worden gehouden met veranderingen in de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde stijgt, dan kan de gemeente het tarief verlagen of andersom. Dit bepaalt het bedrag dat jij als belastingbetaler moet betalen. De WOZ-waarde van jouw woning wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Zo kan het zijn dat de waarde het ene jaar stijgt en het andere jaar misschien juist iets daalt. En dat komt doordat er wordt gekeken naar de huizenprijzen rond de waardepeildatum. Als de prijzen fors zijn gestegen, dan stijgt ook de WOZ-waarde. Is de huizenmarkt minder gunstig rond de waardepeildatum, dan wordt ook de WOZ-waarde minder. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl. Dit was PLM Maas Inzicht voor deze keer. Op woensdag 6 maart zijn we er weer met nieuwe interessante onderwerpen, waaronder een kennismaking met onze arbeidsbemiddelaar. Tot dan!